De dag starten met een gezond ontbijt en het nuttigen van fruit. Er zijn fysieke sporten en denksporten georganiseerd waarbij de medewerkers het tegen elkaar konden opnemen of in teamverband vriendschappelijke duellen aangingen. Bij de ingebruikname van de trimbaan op zaterdag 6 maart 2021 sprak president Chandrika Prasad Santokhi van een duurzame oplossing voor het harde werken. Hij wees er toen al op dat het bij het kabinet vooral gaat om prestatie en toewijding. Een gezonde levensstijl helpt hierbij. De sportdag is een terugkerend evenement van het kabinet waarbij het staatshoofd vooral de nadruk legt op de sfeer waarin er gebruik kan worden gemaakt van de baan, een stukje natuur, dicht bij de Suriname rivier en met een veelheid aan vogels in de omgeving. Volgens de president vermindert het de stress en brengt het rust. Het zal de teamgeest en de gezondheid bevorderen en positieve energie brengen, aldus het staatshoofd.
De dag starten met een gezond ontbijt en het nuttigen van fruit. Er zijn fysieke sporten en denksporten georganiseerd waarbij de medewerkers het tegen elkaar konden opnemen of in teamverband vriendschappelijke duellen aangingen. Bij de ingebruikname van de trimbaan op zaterdag 6 maart 2021 sprak president Chandrika Prasad Santokhi van een duurzame oplossing voor het harde werken. Hij wees er toen al op dat het bij het kabinet vooral gaat om prestatie en toewijding. Een gezonde levensstijl helpt hierbij. De sportdag is een terugkerend evenement van het kabinet waarbij het staatshoofd vooral de nadruk legt op de sfeer waarin er gebruik kan worden gemaakt van de baan, een stukje natuur, dicht bij de Suriname rivier en met een veelheid aan vogels in de omgeving. Volgens de president vermindert het de stress en brengt het rust. Het zal de teamgeest en de gezondheid bevorderen en positieve energie brengen, aldus het staatshoofd.